Ik ben Sabine, intern begeleider en leerkracht groep 7 op de Sint-Jan Loperschool in Utrecht. Wij hebben de overstap naar de IEP gemaakt dit schooljaar, omdat wij onze kinderen zo goed mogelijk in kaart willen brengen. En bij dat in kaart brengen willen we heel goed kijken naar het kind individueel en het kind zelf. En naar wat het kind nodig heeft en hoe het kind verder helpen in zijn ontwikkeling. Wij hadden het idee dat het IEP-leerlingvolgsysteem daarbij beter bij ons past en ons daarbij beter kon helpen. En wij wilden heel erg graag een nulmeting doen, zodat we konden gaan kijken waar staan onze kinderen nu. Dus die hebben we recent afgenomen en vandaag zijn wij deze nulmeting aan het analyseren met elkaar. De kinderen kunnen zelfstandig met de toetsen aan de slag. Je zet de toets voor ze klaar en ze pakken hun Chromebook of iPad en ze starten hem zelf op, gaan er lekker mee aan de slag. De kinderen hebben de optie om audio-ondersteuning aan te zetten. Dat is zeker bij rekenen, bij de contextsommen heel erg fijn als die voorgelezen worden voor de kinderen. En de kinderen werken er lekker vlug doorheen. En ik hoef niet na te kijken, want dat doet het systeem voor mij. De kinderen vonden het heel erg leuk om de toets te maken. En ik heb gehoord dat er zelfs in een aantal groepen werd gevraagd, mogen we nog een toets maken, mogen we nog een toets maken. Dus in plaats van dat ze al moe zijn na één deel en denken, ik wil niet meer vandaag, hebben ze motivatie om nog meer toetsen te maken. Wij hebben ontwikkelingsperspectieven voor kinderen die met een eigen leerlijn werken. En wij volgen die leerlingen dan in hun groei aan de hand van hun DLE. Dus ik had bij IEP de vraag uitgezet van, joh, ik heb OP's, maar ik loop nu helemaal vast. Help, want ik weet niet hoe ik ze verder moet plannen. En toen ben ik heel goed geholpen door heel lieve collega's daar. En hebben gewoon gekeken of ze DLE kunnen integreren in die. En dat is gelukt. Ik vond het heel erg leuk om de IEP, de Sint-Jan de Doper, in te brengen. En ik word er heel erg blij van.